muntje in. Waarom een muntje? Ja, dat is toch bijzonder? Kijk, een beetje lekker pijn weg. Denk ik aan wel, en dat jullie het al kunnen raden. Ja, inderdaad. We gaan daar naartoe. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen en Laura. Ja, niet te vergeten, helemaal goud. Het is vandaag dinsdag, ja. 28 februari 2023, hoe toevallig. En het is nou net 10 uur geweest, kijk. Hi Scotty! Hi! In de sneeuw. In de sneeuw, ja. Jongens, het sneeuwt helemaal geweldig. Moet je maar kijken bij Lady Leed, kom eens hier. Kijk, je ziet het ook bij Lady. Het sneeuwt. Ja. Ja. Wel waar. Dus wij wensen jullie gewoon weer heel veel plezier met deze gloednieuwe vlog. Nee hoor, helemaal geen muntje in. Waarom een muntje? Hoe dan? Nee joh, gek. Kijk, ik pak gewoon deze. Ik pak mijn mooie dingetje. Helemaal geen muntje. Kom lauw aan hoor. Oh, er moet weer een muntje in. Nee. Kijk, schatje. Deze. Ik heb er niet aan. Goeie agent ben ik, hè? Oh. Laat het zien. Zo, even goed. Oh, hij is bruut, schat. Hij is wel leuk. Kijk, hè. Dat is een mooi katje. Totdat je ermee slaapt. Is het niet meer zo lief? Ja. Tot... Ja. Oh, 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 oh. Sesam, open nu, mag wel. En we hadden allemaal hard open, hoor. Ja, nou, dat is. Nou, kijk, en deze miste ik dus van de week. Ja, want nu kan ik mijn hand erop. Nou, ik ga deze kant op. Wat is het mooi. Ja, jij weet de weg. Ja, tuurlijk weet ik de weg, lieve schat. Tuurlijk, altijd. Altijd, ik weet hier altijd de weg. Dan moet je eerst even aan je mama vragen of je erop mag. Anders krijg ik dat weer gezeik hier. Ja, al kan je er ook weer. Hè? Al kan je er ook weer. Ja, echt hè? Nee, er ging namelijk even een jongen zwaaien. Haaien, hoi. Moet je eerst even aan je mama vragen of je erop mag. Dus krijg ik daar weer een probleem mee. Ja, dat wil ik niet. Ja, dan moet je het maar zeggen tegen kind. Zo. Oké, okay. Wat zit er nou weer in? Jummiebak. Oh, er komt nog meer aan in de jummiebak. Nee, jammer. Ik dacht, ze wisten gewoon dat ik kwam. 50 cent. Nee, hij moet wel. Ik weet niet eens wat hij wil. En als ik hem nou wakker maak en dan wordt hij boos. Chocoladeflade wil hij wel, denk ik zo. Lekker pech. Wilt wel, chocoladeflade? Ja, die heb ik nou voor hem. Chocoladeflade. Ik ga geen 4 euro ervoor betalen, denk ik niet. Het moet er wel lekker uitzien. Doe dat nog leeg. Nee. Ik vind dat dit dan weer veel te duur. 4 euro. Sweet pepper. Maar yoghurt hoeft hij ook niet. Hij wil volle yoghurt hebben. Ben ik blij dat ik gisteren naar Duitsland ben geweest. Ja. Oh, maar boodschappen doen. Oh nee, special. Persik yoghurt. Ja, nou. Mee. Ja, dat kan ik weer niet hebben, hè. Kan ik niet hebben. Ja, ik kan hem dus nu ook nog niet. Van Bohemen. Ik zou hem in principe wakker kunnen bellen, want het is nu 10:45. Dus dan ga ik dat even doen. Ja. Weet je wat ik al heel lang niet meer heb gehad? De slavink. Weet je wat ik dus niet meer heel lang heb gehad? Ja, dat zijn de slavinken. Die ga ik even meenemen Lekker, voor 2,50. En voor Ro heb ik dus namelijk 2 keer. Yoghurt Pessik voor 50 cent. Ja, 2 keer. En dan heb ik een chocolade vla. Ook voor 50 cent. Ja. Het is maar even dat jullie dat weten. En ja, Laura die heeft ook weer wat. Maar ik weet niet of ze dat
in de vlog wil. En anders moet je het even laten zien. We zijn bij de Yuppie Park. Ja, Yuppie Park. Wil je lekker stroopwafel draaien? Nee, waar? Nee. Nee. En man, daar word ik misselijk van. Oh. Er zit alleen maar weer suikers in en melk in. Oh, daar hou ik van, suikers. Ja, maar dat, en daar hield ik ook wel van. Maar als ik suikers en melk krijg, dan word ik al misselijk, schat. Godverdamme. En wat hebben we hier allemaal? Eens even kijken. We hebben hier... mosterd. Ja. We hebben hier zwiffendoekjes voor 4 euro. Zal straks alweer uitverkocht zijn. Ik moet deze ook hebben. Oh, nou, en dan heb je hier nog een keertje 2 euro en dan heb je hier nog 4 euro. Ja, ja, die klopt niet helemaal, hè? Zijn ze anders? Ja, ze zijn anders. Ze zijn echt anders. Ja, dat is het probleem. Ze zijn anders. Wat de fuck? Hier zitten er 34 euro, hier zitten er hier nog. Oh nee, nee, hetzelfde. Maar gewoon een goede doos. Nou, dan hebben we hier nog een fijn halfvolle cake. Ja, alleen maar water toevoegen voor 1 euro. Hey. Dat is wel heel duur, voor 1 euro. Ja, maar dan moet ik wel eventjes een goede deukje meenemen. Sorry. Maakt niet uit. Ja, dankjewel schat. Oh, ik word weer zo geholpen hier, hè. Altijd. Ik word hier altijd zo goed geholpen. Altijd weer. Ja, dan moet je kijken. Ik heb het al. Maar wat heb jij allemaal al? Oh, laten zien. Mijn zwifferdoekjes. Nou, laten zien. Wat visje heb ik schat. Visje. Van mijn hoeders. Ik heb vast ook een paar. Dus even kijken wat ze hier allemaal weer hebben. Kijk, hier. Ook weer allemaal. Keukenreiniger. 1 euro. Een HG Eco. Dat is wel handig. Dat is wel handig. Vrij van conserveringsmiddelen. Ja, ja. Conserveringsmiddelen. Ja, is goed. Ja, nou ja, dit ga ik dus niet halen. Nee, heb ik geen zin in. Maar zij gaat een broodje halen, dus ik ga even achter haar aan. Vind ik leuk. Ik ga er gewoon even achtervolgen. Dat vind ik helemaal leuk. Achtervolgen. Laura achtervolgen. Dat vindt ze leuk hoor. Ja, een croissant. Ik wil een croissant. Aan de andere kant leggen ze. En de croissant. Die liggen aan de andere kant. Zo. Nou, zeg ik al. Ik ga Laura even achtervolgen. Dat vindt ze leuk hoor. Nee, er wel 4 dan, ja. Die meiden voelen een beetje ongemakkelijk. Dat is stomme. Ik hoef er maar 1 hoor, weet je. Ja, maar neem ze mee naar huis. Oh, je neemt ze weer mee naar huis. Ga ik niet z'n 2 nemen. Oh, aha. Ja, oké. Okay. Ja, doe maar, mevrouw. Wil je besluiten? Ja, geef maar, kom maar. Het is strafbaar. Wat zei je? Het is strafbaar. Nee, daarom juist. Op pad met Laura. Ja. Oh yeah. Dat en dat wordt ook de tekst. Op pad met Laura. Kijk, daar heb je er weer hoor, met een lachje. Met een lach. Ik wist dat ze nog iets had. Ik ga niet meer lachen deze vlog. Vlog? Waar ga je naartoe? Ja, een energy. Oh, oh ja, tuurlijk, een energy. Oh, we gaan eens kijken wat Laura allemaal koopt. Jongens, dit is zo slecht. Dat zeg je, laat mijn vriend van mijn machine het uitkomen. Dan wordt hij boos. Ja hoor. Oh, wauw. Ja, ja, en hier ga je een paashaas verstoppen. Tussen de lekkere nootjes. Oh, het staat je wel goed, babytje. Doe het nog een keer. Oh, dit wordt een vlog, jongens. Oh, dit wordt een video. Waar moet jij nog heen dan? Ja, niet. Oh, ik loop achter jou aan. Kerstdingen. Ja, zo handig. Kerstdingetjes weer. Is leuk. Oh, waar ga jij allemaal naartoe lopen? Ja, ben ik gisteren in Duitsland, in Kaufland, wel niet te verstaan.
dan wil ik daar ook in één keer weer even gaan filmen bij de chips. Komt er een medewerker? Nee, het is hier verboden. Nou, ik weet het niet hoor, maar dat staat niet bij de deur dat het hier verboden is om te filmen. Schuit eruit. Ja, echt hè. Ja, er zijn allemaal weer leuke dingen. Ja. Ach ja, wij gaan richting de kassa, jongens. Yes, wij gaan naar de kassa. Of niet? Nee. Paaskoeken, maar die hebben ze niet gedaan. Nou, dit zijn toch paaskoeken? Nee, niet die. Er zit lekker crème in, die avocado. Oh, die paaskoeken. Ja, hier heb ik weer een hele hoop. Ja, te veel. Een beetje te duur. Jumbo is een beetje te duur aan het worden. Ga maar lekker naar Kaufland als kind met mij. En naar Duitsland. Ja, lekker naar Duitsland samen met mij. Dat lijkt me een hele goeie. Ja, dat is toch bijzonder. Yeah. Kijk, deze lekker pijnbekken. Oh, Laura, wat zeg jij nou? Oh, wat zeg jij nou? Nou, oh. Wat schande, Mexico. Wel één. Die zou het niet zo snel nemen, nee. Ah, snowblow. New York. Ja, Florida. Ja, echt hè? Zuid- of Griekenland. Mallorca. Hier allemaal. Rhodes. Huisjes. Ja. Nou, dan kan je dat nu, dan kan ik het nu even op de vlog zetten en dan kun je ze hier ook even naar kijken. Kijk, leuke huisjes, kun je nog allemaal lekker naast elkaar neerzetten. Zo cute. Ja, spot ik echt niet ook. Oh, dit vind ik wel schattig, hè? Kijk, die appeltjes. Maar ik heb geen pleuris. Nou, laat het goed zien dan. Kutkoek. Maar ik heb thuis niks aan het doen. Maar het was schattig. Nou, oh, ze hebben mij hier ook staan. Nou, en dit vindt Laura haar moeder dus geweldig, al die huisjes. Maar ze hebben mij hier ook staan. Dus ik heb eventjes voor Laura haar moeder even ja. Al die huisjes even naast elkaar gezet. Bijna allemaal. Ho, halt. Wacht even. Deze moet er tussen. Deze moet er sowieso tussen. Deze moet er tussen. Geduld. Kijk. Ben ik ook nog zo? Schuif het gewoon even aan de kant. Zo. Zo. Top. Heel leuk. Topje, toppen, top. Op het top. Wat vind je van een foto van mij? Ja, geduld. Monumento. Godverdomme zo. Ik ben nu eerst even bezig en voor je moeder. Vind ik leuk. Zo. Ah, kijk eens. Ja, dat is echt leuk. Ja. Nou, leuke foto van jou. Oh, een leuke ook een engel. Een leuke thumbnail. Wacht even dan. Doe hem even terug. Leuke thumbnail voor jou. Even goed. Oh, ik ben over het. Ja, echt hè? Nou, en jij hebt deze hele mooie trofee en verdiend. Ja. Robert Boek. Dat was het woordje van Ronald Boer. Ja, een urn, is leuk. Ja, ik wou precies hetzelfde zeggen. Ik ga niet zeggen. Maar jij zei het er wel. Ja, nog meer te. Ja. Oh, er is niet helemaal geld in. Schelpen. Nee, schelpen. Nee, nou, naar boven, kom. Ciao, amor. Ook weer een urn. Ja. Ja. We gaan naar boven. Miep. Ja. We gaan naar boven lopen. Arnie, we gaan naar boven. Hebben ze geen lift? Jawel, hebben ze wel. Hebben ze wel, lift. Oh, maar wat is. Ach, Laura, wat heb jij toch leuke schoenen. Wat heb jij toch weer een leuke schoenen. Ja, dat is lekker vies ook. Door met je honden te lopen. Ja, heerlijk. Kijk eens. Zo, welkom op de kledingafdeling. Oeh, ik zie wat leuks. Gelijk. Ik zie gelijk wat leuks. Dat is heel gaaf. Oh, dat is wel even wat voor jou. Dat is heel gaaf. Ik denk dat jij het aan hebt als één titel. Ja, echt hè? Ik vind het wel heel gaaf. Ik zal hem even zo passen, jongens. Gelijk zal hem er even passen.
vind ik heel leuk. Eeuw, bah. Bah. Huh? Nou, de maten, die moet je gewoon even goed zoeken gewoon in de kleding zelf, schat. Ja, ik denk misschien hangt het. Nope. Noppen naar de jento, schat. Moet echt even goed zoeken wat je zelf wil hebben. Het hangt hier niet op en op maat, nee. Alles lekker door elkaar, hè, want je moet het lekker zelf gaan zoeken. Dat is leuker, zelfzoeken.nl. En dat houdt je bezig. Houdt ik helemaal niet leuk, meneer. Dat vind ik helemaal niet leuk. Nou, nog steeds even bij de kringlopen rattenplan. Ik heb drie dingen gescoord. Ja. Laura die heeft ook het een en het ander. Twee dingetjes. Helemaal goed. Nog steeds lekker op pad met Loutje. Gezellig. Vindt ze leuk hoor. Vindt ze leuk. Ja, dat zeg ik. Dat vindt ze leuk om met mij op pad te zijn. Ja. Hè? Huh? Ja. Magazijn mag je niet in. Ja. Jammer, hè? Oh, wauw. Kleurt goed aan bij de jas. Ja, echt, hè? Allemaal leuke dingetjes. Dit is oud, hoor. Oh, ik kan ook niet open. Zit geld in? Nee, nee. Dan moet je hem vanaf hier open doen. Oh, ja. Ik vind het schattig. Misschien vinden we nog wel een portemonnee. Nee, dat en dat hebben hun allemaal al lopen checken. De lucht uit. Ja, dat hoort zo. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Daarvoor heb je ook een kringloop. Dat is gewoon vaak oude meuk. Dat is gewoon oude meuk. Wist je dat niet? Dat het oude meuk is. Ja, dan heb je hier dus alles. Kijk. Als je hier dus naar de overkant kijkt, is allemaal dat nog. Daar waren we net. En daar hebben ze allemaal weer, dat is gewoon weer de begane grond, dit. Ja, dat is leuk. En dan ga ik weer achter Laura aan. Eetkamers. Dit is zo zonde. Dit is zo zonde. Of het is zo gemaakt, maar ik denk het niet. Staat zo. Staat zo. Geweldig. Ja. Hi. Ja, ik ben blij. Het is echt zo'n kraak als je met z'n allen een keer naar beneden slag. Ja, of gewoon even springen. Ja, even naar beneden kletten. Ja, klet. Ja, maar ik denk wel dat deze winkel heel goed is gebouwd hoor. Waarom? Waarom? Nou, en ga zitten in een leuke mooie stoel. Ga zitten. Welke stoel zou jij willen uitkiezen? Ik denk niet dat hij het doet, maar... Nee, hoeft het niet. Nou, deze misschien. Hier, deze. Wie is Soberaai is er? Deze. Of juist die bruine, die hoog. Nee, ga die opzitten. Dan kledder ik naar achter. Wel, nee joh. Lekker hoog. Lekker hoog, hè. Ga daar eens op zitten. Ga je lekker erop zitten? Ga je er lekker op zitten? Dat is leuk. Mijn schooltijd. Oh, wij hadden deze, hè. Die is zo schattig. Op de basisschool. Nou, op en op de basisschool. Nou. Ja. Dat is echt oud. Ben oud. Nou, echt niet zo. Echt niet. Je bent nog een jong broekie. Wij schelen maar 1 jaar, toch? Ja, ja, daarom juist. Ja. Precies. Even beneden kijken waar de accessoires zijn. Ja, is goed. Is prima. Ik loop achter je aan. Eerlijk, dit zijn best wel mooie stoelen gewoon, hè? Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Wil je met de lift naar beneden? Ik ga de lift voor ons oproepen, ja? Ik ga gewoon lui zijn. Oh, en er zit nou iemand al in de lift. Willen we daarop wachten? Ja hoor.
Dat is leuk. Op de lift wachten. Oh, koffie. Ja, ook dat. En nog een wc hebben ze ook nog. Ja. Ze zijn van hier van alle gemakken voorzien. Het gaat wel heel langzaam, maar het is wel leuk. Ja, maar ze hebben wel, een lift. Het gaat wel wat langzaam, maar... Het is niet voor mijn vader, ik ook te vrees. Moet je het zeggen? Ja. Oh, roodkapje staat er ook. Heb je dat gezien, roodkapje? Jezus. Waar is ze bijna? Dat is het leukste van zo'n lift. Oh, het is hier de hamer. Naar beneden. Huh? Hamer naar beneden. Kijk, want als ik hem nou loslaat. Oh. Ja, dan gebeurt er niks. Nee. Het is lekker. Ze heeft het niet meer. Hoor. Als ik hem nou loslaat, gebeurt er niks. Ja, dan gebeurt er niks. Nee. Ja. Precies dat. Even wachten totdat deze dicht is. Ah, oh, moet ik zeker ingedrukt houden. Dat staat er ook op, hè? Jij doet het gewoon niet. Gewoon die ook naar boven. Zal ik het alarmje drukken? Nee. Dit is een noodrem op en op die balk leunen. Dus vooral niet doen. Hi. Hier staat ze op. Oh nee. Oh, hi. Kijk, hij op hi. Hi. Wat is er nou nog? Ik weet het niet. Doe eens los. Doe eens los. Ja, super strak van. Ah. Wat gaat gebeuren? Noodrem. Hi. Ja, bijna. Ja. Inderdaad. Oh, hier waren wij net al. Oh, ja, ja, hier waren we net al. Ja, ja, ook dat. Ja. Daar. Oh, leuk. We moeten vaker wat leuks doen. Voor mij is een Tia gehad. We moeten vaker leuke dingen gaan doen, schat. Echt. Dit is humoristisch dit. Dit vinden mensen leuk. Wat denk je nou dat je een schilderij vindt? Gaan er kunst en kistjes in 20.000 euro Zo, nog even rustig zeggen tegen de kijkers. Wat als je hier nou een schilderij koopt en je gaat naar kunst en kistjes, dat is 20.000 euro. Ja, dat is... Ja. Ja? Ja. Daar ja, begint ja. Erbij, hè? Bij een kringdrukker, bij een rommelmanger. Ja. Daar begint erbij. Mooi getekend. Kijk hoe de Vincent van God nog tekent. Nou, doe eens aardig. Hij is wel heel mooi gedaan. Eerlijk is eerlijk, jongens. Heel gaaf gedaan. Weet niet wie, maar complimenten. Complimenten. Dus als je deze vlog ziet, ja, bij deze. Ook namens Laura, hoor. Dan krijg je ineens soms wel een grote bek, maar het is een lieve schat. Ja, een lief duimpje omhoog voor jou. Ze zullen hier wel denken van, dat zijn gekken, joh. Oh, hoe mooi. Ga jou pesten. Ja, dat is leuk, hè. Jezus, dat doe je elke week. Ja, daarom precies dat. Dat is ook niks nieuws meer, hè? Nee. Happy winter days. Nou, die zijn alweer weg, hoor. En toen hadden we net Laura nog. En dan zit dat op mijn lens. Ik moet hem even weghalen, jongens. Sorry. Ja, even blazen. Zo. Yes, het was een haartje. Die zat net al in mijn was. Maar we staan dus weer in de lift. De bekende, welbekende lift. Ja, daar gaan we naartoe. Inderdaad. Als jullie het kunnen raden, denk ik daar zo. Als jullie deze lift al zien, dan denk ik aan wel en dat jullie het al kunnen raden. Ja. Inderdaad, we gaan daar naartoe. Ja, lekker. We gaan daar naartoe. Ah, de deur die staat ook al open voor me. Dat is fijn. Dat is fijn. Fijn. Hi, schat. Ik heb wat voor jou.
zit. Ja, en er zit ook nog wat in de actiontas. Ja, goed hè? Er zit er allemaal in. Het zit allemaal in die. Moet je kijken. Kijk hoor. Hier. Nou, persie, kijken. Persiepje. Oh, persiepje altijd. Nou, moet je kijken. Nou, dat is al zo vaak in beeld geweest, schat. Nou, en joepie. Chocoladefla. Ja, lekker, alsjeblieft. Lekker. Alsjeblieft. Nou, dat is goed zo. Maar ook deze. En die tassen mag je houden. Ja, mag je houden. Gratis. Ja, gratis. Gratis toch wel. Gratis tas. Ja, en wat vind je van deze? Ik heb er gelabeld, ja. Ja, dat weet ik wel. Maar hoe vind je hem? Ik zit hem nou langs op. Dat is wel lekker, Rudy erbij. Ja, een capuchon. Ja, ideaal. Precies dat. Het is nu tegen richting 9:30 aan het gaan. 's Avonds, ja. Ik ben dus nu aan het lopen met de honden. Daar hebben we Lovely. En hier hebben we Beauty en Lady. Helemaal geweldig. Ja, en hier zien jullie mij. Hoi. Hoi, wijfies. Hé, Leed. Kom maar. Ga mee. Nee, nog even plasjes doen of niet? Ik denk het wel. Hé, schatje. Ja, dat zeg ik. Even lekker plassen. Goed zo. Volg je lijn? Kom maar. Volg je lijn? Goed zo, keurig. Goed zo hoor. Ja. Zo, nou, ik heb mijn nieuwe jas aan, die ik vanmiddag heb gescoord. Dames, doorlopen. Beauty, gras. Gras, Beauty. Nu, Beauty, gras op. Kom op, schei uit. Dank je. Dus, ja... En deze nieuwe prijs, deze jas, die was dus in een winkel €59. Jullie mogen raden in de kringloop vanochtend vanmiddag met Laura hoe duur deze jas was. En ik ga niks zeggen. Jullie mogen het eerst raden. Wie het dichtbijzijnde komt, die krijgt een reactie van mij. En dan kunnen jullie daar weer naartoe gaan kijken. Is leuk. Ja, dus, en dan ga ik even lekker met de hondjes lopen. Ik heb wel even vanavond even nog wat gelegen. Ik was gewoon echt moe. Gewoon echt mijn ogen, die hadden zoiets van echt gewoon moeite met open blijven. Maar ja, daarom ook even geslapen. En nu even lekker met de hondjes lopen. Ik heb ook wel gegeten, dat wel, degelijk. En straks weer lekker Ro ophalen van zijn werk. En dan eens even kijken wat onze avond nog gaat brengen. Want er zou ook nog sterretjes heel dicht bij elkaar staan, maar ik zie ze niet. Maar er zou ook nog iets met noordlicht komen, maar dat zou ook weer niet zo zijn. Geen idee. Dus ik zie wel wat mijn avond gaat brengen. Sowieso straks Roderick ophalen. Ik ga dus nu eerst lekker met de hondjes nog even verder lopen. En nou ja, dat is ongeveer dat ik ongeveer 9:30 weer thuis ben. 9:45 ongeveer zoiets. Het is maar een klein rondje. Want ze zouden deze rondje lopen, dus dan ga ik achter hen aan. Lekker makkelijk, maar dan ga ik inderdaad, wat ik al zei, verder lopen met de honden en mijn aandacht aan hun geven. Erg belangrijk. Zo, daar lig ik dan. Ja, lekker in bed. En dat gaat dus wel betekenen dat ik de vlog ga afsluiten, jongens. Dus, vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou dan zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje met ver omhoog. En laat gelijk even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.